Goedemorgen, het is vandaag maandag. En ik kom net uit de douche. Ik ga me snel even klaarmaken. Ik hoef gelukkig mijn haar vandaag niet te doen. Want ik ga dus naar de kapper vandaag. En ik ga mijn haar even laten stylen. En jullie horen later wel waarom ik het ga doen. Ik ga even snel aankleden. Mijn gezicht fixen. Mijn haar doen. Ik hoef alleen maar de kammen eigenlijk vast te doen. En dan ga ik vertrekken. Zo, inmiddels heb ik mijn haar gedaan. Zo lekker een strak knotje. Dat vonden jullie vorige keer heel erg mooi in mijn video toen ik aan het bakken was met Nessie. Ik ga nog even, wat hoor je het eigenlijk? Brow gel opdoen. En dan ben ik eigenlijk ready. Ik zie er zo echt zo anders uit dan normaal. Vinden jullie dit mooier of los haar bij mij? Ik heb wel echt een grote voorhoofd hiervoor, vind ik. Maar maakt niet uit. Oké, ik ben ready. Mijn haren zijn gedaan, mijn make-up is gedaan. Ik heb mijn oorbellen in van Calvin Klein. Ik heb een truitje aan van Zara en een trekking van Zara. En mijn oude Macy's en mijn nieuwe tas. En ik ben ready. Ik ga nu richting Alexandria, want ik wil eigenlijk mijn nagels laten fixen. Ik hoop dat ze gewoon tijd voor me hebben, want dit ziet er echt niet meer uit. Dus ik ga niet vertrekken daarheen. Ik was net mijn extensions vergeten. Dus ik ben weer even snel teruggegaan. Even kijken. Om ze op te halen. Dus ik hoop dat ze nog de juiste kleur zijn. Want ik heb ondertussen wel mijn haren geverfd. Ik was dus net mijn extensions vergeten. Want ik ga natuurlijk vandaag mijn haar stylen. En ik was het helemaal vergeten. Want ik heb die wel nodig. Want als ik mijn haar dus stijl, is mijn haar eigenlijk gewoon vet dun. Ik heb helemaal niet zo'n dik haar met stijlhaar. Dus ik heb ze net weer opgehaald. Alleen ben ik bang. Want ik heb ondertussen mijn haar ook weer een keer geverfd. Dat de kleur niet meer klopt. Maar volgens mij hoort het bij stijlhaar niet zo'n heel groot probleem te zijn. Als het ongeveer één tint verschilt. Dus ik ben benieuwd. Laten we vertrekken nu. Oké, ik heb net oorbellen gehaald van een Mango. Maar ik heb nu best wel veel tijd nog. Om een beetje rond te kijken hier. Voordat ik Saranda op ga halen. Want ik kom vandaag nu mee naar de kapper. Dus ik ga even hier rondkijken. Nou, ik zal even rondkijken. Ik zie allemaal tasjes. En ik ga nu een lumpia eten. Deze is echt lekker hier. Ik ga nu ook een kippasteitje eten. Deze zijn hier ook echt super lekker. Kijk, ik zit hier nu. Dus dan weten jullie welke plek ik bedoel. Ik heb echt heerlijk gegeten. Ik heb een paar dingen geshopt. Laat ik jullie even zien. Ik heb dus van Douglas de Face Magic Drops gekocht van Colistar. En deze blijkt dus heel goed te zijn. En moet je dus mengen met je dagcreme of nachtcreme. Je hebt maar één druppeltje nodig. En sommigen doen ook wat meer als je iets bruiner wil worden. Maar dan krijg je dus echt een gezond kleurtje van. Vooral als je een beetje wit bent zoals ik. Dan is het echt heel erg mooi. En het is echt een van de best verkochte producten bij de Douglas, zeiden ze. Dus ik ga het gewoon uitproberen. Zeg gewoon van die self-tanning drops. En elke dag gewoon één druppeltje in je dagcreme doen. En dan krijg je gewoon echt een mooi kleurtje. Hoef je ook niet onder de zonnebank, want ik ben daar officieel mee gestopt. Applausje voor mij. Nee, want ik heb gewoon besloten om te stoppen met de zonnebank. Omdat je het gewoon aan iemand zijn huid kan zien. Of die onder de zonnebank gaat of niet. Dus ik denk, kappen ermee. Ik ga gewoon voor een mooie huid. Ik wil mooi oud worden. Dus ik stop met zonnebank. En ik ga, oep. En ik ga dus voor dit soort producten nu. Ik heb allemaal zelfbruiningsproducten gekocht. En nou ja, gewoon lekker een donkere foundation. Lekkere bronzer gebruiken. Dan ben ik tevreden. Ik heb verder, was ik er echt tevreden mee. Tenminste, ben ik heel erg blij mee. Ik heb dus testers gekregen van de Embryolyse crème. En die wordt dus gebruikt als primer bij beautybloggers. En ja, die kan ik nu ook uitproberen. Want ik was er heel erg benieuwd naar. Maar ja, ik dacht, het zal wel weer onzin zijn. Maar ik ga deze even uitproberen. En ik heb gewoon een beetje parfums bij gekregen. Die vrouw van de Douglas probeerde mij dus te overtuigen om een, hoe zeg je dat? Om een klantenkaart te krijgen. Maar ik hoef al die klantenkaarten niet. Ik snap het wel. Weet je, met je verjaardag krijg je dan een post met dat je 5 euro korting kan krijgen. En zo, ja, ik hoef dat niet. Want ik weet, ik raak al die pasjes kwijt en ik doe er precies niks mee. Want tegen de tijd dat ik iets wil bestellen bij de Douglas, is de actie alweer voorbij. Ik ben gewoon niet zo'n iemand die, als hij 5 euro korting krijgt, dat ik meteen iets ga bestellen. Ik heb iets nodig of niet. Dus ik zeg gewoon, ja, ik hoef dat niet.
werd ze een soort van geïrriteerd omdat ik het niet wou. En toen dacht ik, oké. En dan keek ik haar heel erg droog aan. Want ik hoef dat gewoon niet. Ja, heel simpel. Als ik wat wil halen, dan koop ik dat of wacht ik gewoon op een goede korting. Maar die klantenkaarten van al die bedrijven hoef ik allemaal niet. Zo, irritaties, jongen. Je kunt echt merken dat ik zwaar omgesteld moet worden. Ik heb van de Mango deze oorbellen gehaald. En ik vind ze echt cute. Want kijk, ik ging echt voor de spiegel. Ging ik dit doen. Toen dacht ik, oh, dat is echt leuk. Ja, en een beetje hetzelfde idee als die van als de oorbellen van Calvin Klein. Maar deze zijn wat heftiger. Dus ja, nee, ik vond dit echt leuk. En deze kostte €12,99 van de Mango. Ik heb trouwens best wel vaak sieraden van de Mango. Ze hebben daar echt leuke dingen. En ik heb vandaag iets gekocht. Wat ik eigenlijk al zo lang wil kopen. Maar gewoon elke keer uitstel. Want ik denk van, nou ja. Ik vind het best wel een prijzig product. Maar je krijgt er wel echt. Ja, je krijgt er wel wat voor terug. Ik heb namelijk van de Rituals. Heb ik. Even kijken. Wow, zwaar ook nog. Ik heb dus van de Rituals. Heb ik van die luxe geurstokjes gekocht. En ik heb voor de geur Black Oud gekozen. Ik was heel erg aan het twijfelen. Au, tussen drie geuren. Maar ik wou sowieso de zwarte. Want je hebt witte, vier witte geuren. En je hebt vier zwarte geuren. Maar ik wou zo graag een donkere. En ik was echt aan het twijfelen tussen twee. En uiteindelijk zei de verkoopster, nee, maar deze is de populairste eigenlijk. Dus toen heb ik voor deze gekozen. Maar deze zijn echt zo, ten eerste, heel erg mooi voor in je huis. En ten tweede, als je de woonkamer instapt, ruik je het echt zo goed. En ja, ze hebben me gewoon overtuigd. En ja, ik kan gewoon bij iedereen bij wie ik thuis kom of op zaak. Want heel veel bedrijven hebben deze ook gewoon bij de ingang en zo. Kan ik gewoon ruiken dat het gewoon van Rituals is. Dat vind ik echt een aanrader. En is totaal niet gesponsord. Maar ik wil even snel Saranda ophalen. En dan gaan we richting Almere voor mijn kapper. Zo, ik herken mezelf echt bijna niet vandaag. Het is zo raar. We zijn momenteel dus bij Saranda. En ik was vergeten om mijn nagels te laten zien. Maar ik heb voor deze kleur gekozen. En ik zat net met Saranda te praten. Kijk, onze nagels allebei. Dit zijn onze nagels. En we zaten aan elkaar te laten zien. We zeiden allebei van, we hebben echt een dikke spijt van deze kleur. Niet normaal. Kennen jullie deze kleine meid nog? Ze is vandaag echt zo, zo grijnig. En wij willen haar meenemen naar Almere. Ik weet echt niet of het gaat lukken. Nee, Tini! Dit is Ertina. Ik denk, de laatste keer dat ze mijn vlog was, was ze 9 maanden of zo. Ja. Tini, ik heb je gemist. Twee? Ik ga nu vertrekken naar Almere. Ik ga toch alleen, want Ertina is echt ziek, jongens. Ze is echt zo warm. Ik voelde het echt zo zielig. Dus ik zei gewoon tegen Saranda. Saranda voelde zich best wel schuldig natuurlijk. Want we hadden al afgesproken. Van nee, blijf gewoon lekker thuis met je kind. Ze wist ook niet goed wat ze moest doen. Maar ja, ik denk van, je kind is toch gewoon ziek. Kan gebeuren, joh. Dus ik ga gewoon lekker even snel door naar Shiro's Hair. Ze neemt alleen niet op. Dus ik hoop wel dat ze er dan is als ik aanwezig ben. Want ja, ze is eigenlijk vandaag niet op werk. En ze zou speciaal voor mij gewoon even naar het salon komen. Dus dat is wel echt super lief. Alleen, ik heb niks meer van haar gehoord. Dus ik hoop het allemaal goed is. Ik ga alvast rijden, want ik moet sowieso nog een uurtje rijden. En dan zie ik je straks. Het tentje waar ik eigenlijk wil eten. Die is vandaag dus gesloten. Dan is hij dus niet gesloten. En nu ben ik bij de snackbar. En ik heb het niet gehad met frikandel. En ik heb ook nog even een bestelling gedaan van Ros, want die is vandaag zonder getrek. Dus ik heb voor haar een patje olijfolie besteld. Dus ja, ik zit wel lekker vol nu. Even wachten nog. Ik moet even een half uur wachten. Jongens, ik ben inmiddels bij Shiro's Hair. En Ros is speciaal voor mij gekomen naar het salon. Thank you, babe. Oh, ze is gewoon. Zo, makeover. Quick makeover. Besef hoe snel het heeft gedaan. Ik denk letterlijk half uur. Ja, half uurtje, ja. Ja. Here you go. Wow. Kijk hoe mooi. Dankjewel, mop. Zo. Love it. Yes. Dit is echt zo anders, jongens. Ik ben hier echt blij mee. Echt gewoon sterk. Vind je het niet lekker ruiken, Abby? Nee. Abby is hier inmiddels. De queen. Hi, Abby. Zeg maar hoi tegen mijn volgers. Hoi. Ik ben net klaar bij Ros en ze heeft me haar echt heel erg mooi gedaan. Waar moet ik hem eens heen? Hier. Ik ga nu weer snel richting huis rijden en ik zie jullie dan gewoon straks weer. Het is echt zo anders om zo te vloggen als mijn haar zo plat is. Maar met de extensions vind ik het echt mooi, want
zoals ik al zei, als ik dus mijn haar stel, heb ik best wel dun haar. Dus ik heb wel echt extensions nodig. Ik ga even straks halen. I need a man that's bad, bad, bad. Ik ben inmiddels opgehaald door Nessim in zijn nieuwe auto voor een week. Hij heeft een gekke sportwagen voor een week. En hij maakt kapot veel geluid. We zijn al een ritje aan het maken. Dat is wel leuk, hè? Ah, nee, doe dit. Maar Nessie, vertel me kijkers wat je van mijn haar vindt. De vorige keer toen ik mijn haar had gestileerd, zeiden ze: ja, we willen graag een reactie zien van Nessie op jouw haar. Dus hierbij, wat is jouw reactie op mijn haar? Nou, ik wil gewoon meer fan van krullen. Hij vindt het gewoon eigenlijk niet mooi. Ik hou van jou, maar wat ik zeg, als ik zeg maar een vrouw met stijl haar wel, had ik wel een vrouw met stijl haar gekozen. Maar ik heb gekozen voor een vrouw met krullen. Ja, maar als ik geen krullen had, dan hield je niet meer van mij. Ik hou van jou, ook al ben je kaal. Maar... dus je houdt gewoon van mij omdat ik het ben? Omdat jij bent. Maar die krullen maken me... Ik heb met mijn geurstokjes bij de tv gezet. Dina vindt het heel interessant. Ruikt nu al echt lekker, man. Hey! Hallo! Hi, baby! Oké, jongens, ik heb even mijn extensions eruit gehaald. Ik kon er echt niet meer tegen. Ik ga even douchen. Daarna ga ik gewoon even rustig aan naar bed. En ik zie jullie morgen weer. Doei, doei.